zevende in het algemeen klassement, 29 voor deze oefening in de voorronde. Dus we weten ongeveer wat ze kan. Het is haar tweede finale van drie. Ah, een kleine fout. Zeer, zeer vlug opgevangen. Jammer toch voor Alina Stoica, want daar verliest ze natuurlijk 1/10 van een punt mee. En ze